En ja, dan slaan we gewoon heel veel vliegen in één klap. En we ruimen op. Goedemorgen, het is maandag, laatste dag van de vakantie, want we hebben studiedag. En ik ben een beetje in huis aan het rommelen en we waren laat wakker. En Sarah die is nog lekker hier aan het ontbijten en we zijn muziek aan het afluisteren. En daar komt Nadine. En Lisa komen dan met Nadine. Ja, ik zou zeggen Nadine komt met Luc en Lisa, maar jij zegt Luc en Lisa komen met Nadine. Helemaal prima. En deze kast heb ik gisteren natuurlijk gedaan. Dus ik wil even kijken of ik hier ergens een beetje kan beginnen. Maar ik denk dat ik de bovenste laag alleen doe vandaag. En dat ik die in delen doe, want dat is best wel veel werk. En anders staat gewoon mijn hele woonkamer vol met alles. En daar heb ik dus echt gewoon geen zin in. Eindelijk opgemaakt en ik heb de 1000 nummers eindelijk al geluisterd. 2000. Dat is heel fijn. Nee, 2000 gaan we niet redden, want ik heb te veel weg gedaan. Sarah die is helemaal de Lego hier aan het klaarzetten. Want voor Luc? Ja, want Luc vindt Lego leuk. Dus echt super schattig. Maar mama. Ja, wat is er? Oh, ik ga even Sarah helpen. Muziek staat wel aan, want ik ben nog steeds bezig met muziek afluisteren. Nadine is er net geweest en het was super gezellig. Nee, ik heb heel weinig gefilmd, omdat ze het ook niet altijd heel fijn vindt als de kinderen heel veel in beeld komen. Ja, dus ik heb eigenlijk volgens mij alleen de thee. Ja. Dat is prima, we hebben heerlijk gekletst, het was heel erg leuk. En ik ben nu mijn pakjes uit de kast aan het halen, want ik ga spitskostschotel maken. En ik heb een groot verpakking gehakt gehaald. Dat is natuurlijk in verhouding minder plastic en het is goedkoper, dus het is win-win. En ik ga dan de rest van de porties van het gehakt in mijn bakjes invriezen. En als ik ze dan gebruik, gaan deze gewoon vaatwasser weer in. En dan kan ik ze ook een keer herbruiken. En dat scheelt heel erg veel plastic zakjes en dat is dus de bedoeling. Dag vliegt dat om, gaat echt snel. We hebben wat rommel van die kast. Weg. We hebben de klok die achter de tv hing, want we hebben het geschoven toen hing de klok er al. Die hebben we daar gehangen. We hebben muziek ook aan het afluisteren. En we hebben die foto daar gehangen. Ik vind hem eigenlijk te klein voor daar. Maar ik was die lege muur zo verschrikkelijk zat. En ja, we gaan elke keer te veel van hot naar her met klussen in huis, waardoor er allemaal halve projecten zijn. Ik heb ook gezegd, dat gaan we gewoon niet meer doen. We gaan gewoon nu echt gewoon project afmaken. Dat is nu een slaapkamer natuurlijk. Morgen wordt als het goed is daar het laatste ingestuukt. En dan drogen en verven en dan kunnen we inrichten. We gaan geen hele nieuwe slaapkamer verder doen. Dus de meubels blijven, behalve die nieuwe kast en spiegel die ik dan gekocht heb. Maar het plan is om te verhuizen. Maar er moet gewoon heel veel opgeknapt worden. Ik heb dit huis ooit gekocht als klushuis. En ja, we willen het gewoon verkoopbaarder maken. En dan verhuizen, want wij groeien dit huis gewoon uit met twee eigen bedrijven. Dus dat is eigenlijk de planning. Dat is ook een beetje de voornemens voor dit jaar die ik hiermee deel. Alleen op welke termijn alles lukt, dat is gewoon heel erg lastig. Dat kan in een half jaar zijn, dat kan in 2 jaar zijn. Dat moeten we zien, dat gaan we zien. Vandaar dat ik ook zo verschrikkelijk veel aan het opruimen ben en dat gewoon echt ook af wil krijgen. Dat ook echt gewoon alle troep al uit huis is. Want als we dan gaan verhuizen, dan is dat gewoon al allemaal gedaan. Dat is gewoon al weg. En alles wat weg gaat, verkoop ik eigenlijk. Want ja, het gezegd is niet voor niets. Een beter milieu begint bij jezelf. Daar ben ik het ook echt mee eens. Ik vind ook dat we met z'n allen veel te veel goede spullen gewoon weggooien. Ik vind het echt zonde. En ik wil daar ook gewoon echt niet aan meedoen. Dus alles gewoon een nieuw leven. En ja, dan slaan we gewoon heel veel vliegen in één klap. En we ruimen op en we doen het goed voor het milieu. En we verdienen er extra geld aan. Dus ik vind dat gewoon heel erg mooi om dat zo te doen. En ja, dat is dus de planning.
Dat was het een beetje. Veel te lang verhaal. Ik hoop dat je het boeiend vond. Ik ben best een beetje trots op mezelf. Morgen natuurlijk weer school. En het is 11:45 en ik ga naar bed. En ik heb natuurlijk heel de vakantie op een soort nachtritme soort van geleefd. Het was echt rond 10 ergens ons bedtijd, Sarah ook. En echt, nou ja, ergens tussen 2:30 en 4 naar bed. De vroegste avond, heel de vakantie, dat we naar bed zijn gegaan, in ieder geval ik, was oud en nieuw. Iedereen maakte het dan laat en dat was mijn vroegste avond, want toen ging ik om 11:30 naar bed. Ook heel apart natuurlijk. En nu gewoon 11:45. En ik heb gedacht aan de pauzehap en de beker, want dat is dan ook uit mijn systeem. We hadden natuurlijk die 2 weken, nou dan een weekend en dan nog 2 studiedagen. Dus dat is gewoon 18 dagen dat ik het niet in mijn systeem had. En ja, ik heb het gewoon weer te pakken. Ik hoop dat ik er morgen uitkom, want de wekker gaat gewoon 7:15. En dat vind ik echt een verschrikkelijk idee. Maar goed, ik ga lekker slapen. Vergeet je niet te abonneren. Duimpjes, reacties, helemaal top. En dan zie ik je morgen. Doei doei.